Ja, het was echt een melding die net binnenkwam vanuit het ANP. Het LAREP, het Bijwerkingencentrum, geeft aan dat er tien meldingen zijn gedaan van mogelijke trombose- of embolievorming na het AstraZeneca-vaccin. En dat LAREP, dat is natuurlijk dat Nederlandse Bijwerkingencentrum. Meer informatie is nog niet bekend, maar we wilden dit toch wel even melden. Ja, wat zegt dat u? Nou, niet zo heel veel, omdat tromboseklachten... die komen natuurlijk heel veel voor. Eén op de duizend mensen krijgt jaarlijks uh, te maken met tromboseklachten. Ja. Dus dat, dat is op zichzelf genomen nog niet verontrustend. Okay. De reden dat wij op de pauzeknop hebben gedrukt ja. waren die hele verbijzondere vormen, dat hele zeldzame voorkomen van die combinatie van trombose aan de ene kant en bloeding aan de andere kant. En dat is ja. het ziektebeeld waar wij ons zorgen over maakten. En nogmaals, of dat een bijwerking ja, is, dat, dat weten is, we niet. Oké, okay, dan hebben we daar het is dus nog het even zeer de vraag of dat echt een verband uh, heeft met vaccinatie.